In deze korte video wil ik tips en inspiratie geven om je portretten net wat extra's te geven. Door gebruik te maken van fototechnieken, licht en nabewerking kun je een dramatisch of zelfs duister effect geven aan je foto. Wat bedoel ik met een duister en een dramatisch portret? Nou, probeer emotie vast te leggen. Dit kan een eigen emotie zijn, angst zoals in het voorbeeld hier waar ik mijn angst voor clowns heb gebruikt, het neerzetten van een bepaalde sfeer of het vertellen van een verhaal. Probeer je foto zo te maken dat mensen naar je foto toe worden getrokken. Het beeld interessant wordt en zoals in dit voorbeeld de uitvoerende visagie goed tot zijn recht komt. Je hoeft niet per se de studio in te duiken om een sfeervol dramatisch portret te maken. Een goede straatfotograaf kan er rondkijken ook een mooie scène pakken. Ook kun je dus zoeken naar de juiste lichtomstandigheden buiten een portret maken met het juiste effect. Denk aan belichting van achteren, onder een boom of lichtreflectie vanuit het water. Door gebruik te maken van kleding en make-up kun je vooraf wel helpen je foto iets extra's te geven. In dit voorbeeld heb ik een grote hoed gebruikt die het gezicht deels afschermt en ook zorgt dat er niet te veel licht op het gezicht valt. Hierdoor kun je ook buiten gebruik maken van controle over je licht. Door een studio te gebruiken heb je volledige controle over je licht en kun je optimaal experimenteren. Ik zal zo ingaan op een paar voorbeelden in een studio setting. Het belangrijkste is, wees vooral creatief en gebruik wat je voor handen hebt en durf te experimenteren. Dit is een mooi voorbeeld dat je niet per se studio in hoeft voor een dramatisch portret. Dit is een straatfoto van Inge van der Meer. En hierbij maakt ze gebruik van hard flitslicht om de kleding en het gezicht een grove structuur te geven met veel contrast. Ze maakt gebruik van hard flitslicht om kleding en gezicht een grove structuur te geven met veel contrast. Daarnaast zorgt de sigarettenrook ervoor dat je het gezicht van het model maar deels ziet, wat spanning in de foto geeft. Vaak wordt er bij belichting geprobeerd je model zo fraai mogelijk in beeld te brengen. Zacht licht, liefst een goed belicht gezicht, waar alle kenmerken zo mooi mogelijk uitkomen. Soms is het echter leuk om je model te belichten met hard licht. Hierdoor komen het relief en details in het gezicht goed naar voren, wat vaak een karakteristiek portret oplevert. Door gebruik te maken van een zogenaamde grid, hier afgebeeld, kun je het licht een beetje sturen, zodat je nog meer contrast in het gezicht krijgt. Ook hierbij geldt natuurlijk, hoe groter de lichtbron, hoe zachter het licht. Dus voor hard licht kun je het beste een kleine lichtbron gebruiken, of een lichtbron die wat verder van het model staat. Naast hard of zacht licht kun je je portret ook beïnvloeden door de positie van je lichtbron. Probeer eens te experimenteren met een andere opstelling dan je standaard zou gebruiken. Bijvoorbeeld door je model recht tussen de lampen te zetten, zodat het centrum van het gezicht donker wordt. Of door je model vooral van achteren te belichten, met een beetje licht in het gezicht van een reflectiescherm, kleine lamp, zodat je vooral de contouren ziet. Hiernaast wat voorbeelden van de settings die je zou kunnen gebruiken hierbij. Dit is een mooi voorbeeld van wat ik vaak de badger look noem, de wasbeer look. Het model wordt van opzij belicht met twee grote softboxen, waardoor het midden van het gezicht donkerder wordt. De neus krijgt veel contour en loopt de lijn over het gezicht. De ogen worden onderbelicht, waardoor het hele portret een dramatisch effect krijgt. Dit is een voorbeeld uit een serie van de bekende fotograaf Quentin Arnault. Hij heeft een hele serie portretten gemaakt waarbij hij het model zwaar onderbelicht heeft. Het licht komt vooral van achteren en van opzij. En wat hij heeft gedaan is het gezicht niet ingeschenen met een kleine lamp of reflectiescherm, maar helemaal donker gelaten. Hier krijg je bijna een surrealistisch idee van een gezicht. Je ziet contouren, je ziet nog net de jukbeenderen, maar niet meer het gezicht. Het geeft een dramatisch, duister, misschien wel eng effect aan de foto. Ik vind het een erg fraai voorbeeld wat je kan doen met puur belichting om je foto toch een heel ander effect te geven. Naast het spelen met de locatie van je lampen, kun je ook spelen met de manier waarop het licht je model bereikt. Hiermee bedoel ik het gebruik van kleurfilters, gekleurde doek, gekleurd oppervlak. Zoals je in deze foto ziet, heb ik een geel kleurfilter gebruikt om het model net een andere uitstraling te geven. Ook rook kan een bijzonder effect geven. Het kan je model deels bedekken.
en geeft je licht een diffuus effect. Een mooi voorbeeld van gebruik van rook is natuurlijk de foto die ik net liet zien van Inge van der Meer. Op die straatfoto werd goed gebruik gemaakt van de rook die over het gezicht werd geblazen. Ook kun je denken aan het plaatsen van objecten tussen de lichtbron en het model. Hierdoor kan er een schaduw op het model worden geworpen, wat ook wat spanning geeft in het portret. Naast een kleurfilter heb ik voor de foto met dit model ook een grid gebruikt. Je ziet dat daardoor de contouren en de details extra naar voren komen. Ook kleding en make-up kunnen je foto wat extra's geven. Ik maak vaak gebruik van een visagist. En ik merk dat ik vooral in de nabewerking daardoor minder tijd kwijt ben. Hier wat voorbeelden van gebruik van make-up. Extreem make-up of griem bij de eerste foto. Gebruik van een hoed op de middelste foto. In combinatie met de plaatsing van de lamp opzij. En de badger look in de derde foto samen met een capuchon of hoodie bij het model. Waardoor het gezicht deels bedekt wordt en er een schaduw ontstaat. Dan heb je de foto gemaakt en je bent nog niet helemaal tevreden. Of de sfeer die je bedoelde komt nog niet helemaal goed uit. Dan zijn er diverse manieren om je foto net wat extra's te geven in de nabewerking. In de nabewerking zijn er vele mogelijkheden om sfeer, emotie die je met de foto wil overbrengen te versterken. Je kunt denken aan aanpassingen aan contrast, scherpte, helderheid. En hiermee kun je elementen in je foto meer aandacht geven of juist texturen meer benadrukken. Ook kun je filters gebruiken, zoals de bekende NIC filters, die op een eenvoudige manier je foto net wat extra's kunnen geven. Ik heb hier een voorbeeld waarbij ik donkere contrasten heb gebruikt om de spieren en de lijnen in het lichaam van het model net wat meer nadruk te geven, wat de hele foto een wat meer dramatisch effect geeft. Tot zover deze video over het maken van een duister en dramatisch portret. Hopelijk heeft deze video je inspiratie gegeven om op een nieuwe manier met portretten aan de slag te gaan voor dat duistere of dramatische effect. Veel succes en bedankt voor het kijken.